De opleiding medewerk sport en recreatie is een 2-jarige opleiding. Het eerste jaar heet het dienstverlening en dat is het basisdeel. En het tweede jaar ben je bezig met het profieldeel van medewerk sport en recreatie. Bij onze opleiding maak je eigenlijk al een profielkeuze op het moment dat je begint. Je kiest voor sport en recreatie en het eerste jaar is voornamelijk het basisdeel. In het tweede jaar kan je een keuzedeel kiezen. Dit is ondernemend gedrag, lifeguard of outdoor. Je krijgt Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer, ondernemend gedrag, dienstverlening. Sportlessen als turnen, bewegen op muziek, fitness, skaten, maar ook vakken als kinderanimatie, ballonnen vouwen, schminken, kinderliedjes zingen. De lessen die zijn eigenlijk 50-50 als je kijkt naar theorie en praktijk. Dus je hebt praktijklessen waarbij je zowel recreatie doet als sportlessen. Het zijn allemaal verschillende soorten sportlessen, zowel in de zaal als buiten. En je hebt gewoon theorielessen die kunnen bestaan uit presentaties die je krijgt, maar ook opdrachten die je moet doen, huiswerk. Dus het is een hele veelzijdige opleiding. Ja, de lessen zijn, ik vind het heel fijn, een manier van lesgeven. Je krijgt alle kansen om gewoon fouten te maken en zo. Er wordt niet echt... Het is niet echt heel streng of zo. Het is best wel leuk. De sfeer is er. Je leert heel veel op het gebied van hoe je jezelf neerzet. Dus hoe je achter een balie staat. Hoe je jezelf presenteert. Het gaat niet alleen om wat je aan hebt, maar om je houding. Je houding wordt heel veel opgehamerd. Je gaat heel veel leren bij ons op de opleiding. Maar je leert vooral hoe je activiteit op sportief en recreatief vlak kan begeleiden. Bij de opleiding past is een beetje afhankelijk van de eigenschappen die je hebt, de persoonlijke eigenschappen. Je zou enthousiast moeten zijn, sociaal. Je zou het leuk moeten vinden om andere mensen dienst te verlenen. Dus om eigenlijk andere mensen een leuke dag te geven. Daarnaast moet je natuurlijk ook sportief zijn. En je moet een beetje houden van gekkigheid. Vind je dat nou normaal? Durf je dat aan? Kan je dat? Dan past de opleiding wel bij jou. Je vooral goed kunnen aanpassen. Aanpassen is heel belangrijk. Niet iedereen sport hetzelfde of is even goed in de sport. Dus dan moet je niet meteen de moed in de schoenen laten zakken, maar eigenlijk meteen doorgaan, oppakken, niet over nadenken. Want uiteindelijk komt het dan de beste resultaat uit, vind ik. Het valt wel mee. Je krijgt heel veel tijd om dingen op school te maken. Dus als je op school veel doet, hoef je thuis niet veel te doen. Nou, ik heb het mijn studenten gevraagd. En zij geven eerlijk toe dat als jij de tijd gebruikt die de docent geeft, in de les... je thuis niet zo druk meer hebt.